nou daar. We zijn onderweg. Alleen. Alweer? Ja. Tot over 6 weekjes. Dat is allemaal graag zit. Nou, we gaan lekker 6 weken de hort op. We verlaten dit koude kikkerlandje. Het is een en al regen hier. En volgende week ook. De voorspellingen zijn echt niet goed. Dus wij gaan. Het is niet helemaal meer afhankelijk, maar het zou wel lekker zijn als het met aangenaam is. Ja, hè? Zeker. Het gaat soepeltjes hoor. De auto's niet. Maar schatje. Joh. Staan we in de file. Ja. Waarom? Waarom? Lekker relaxed toch? Hoe heet het ook alweer? Charlotte. Middenin. En het is druk. Wat hebben wij in auto's gezien vandaag, zeg? Hé? Jongen, jongen, jongen. Hey Lana. Nou, oh god, zie je dat? Koerman die de Lana. Ja. Wat is dat? Ja hoor. Ik heb onze eerste te pakken. Lekker? Ons eerste. Ja, het ziet goed uit. En wat eten wij vandaag? Lekker kipje, gebakken aardappeltjes en spinazie. En waar staan we nou? Hoe heet het hier? Saint... Oh, ik zie het niet. Wacht even. Ja, Saint Croix. Nee, Saint Coins. Saint Coins. Nou, kijk eens even. We staan zo aan het water. Even op de film zetten. Onze mooie Max-fan die we zo ingebouwd heeft. Helemaal super.
kijk. Volgens mij gaat dat wel smaken. Klinkt het ook wel. Het is zondagmorgen vandaag. We hebben hier heerlijk geslapen op een mooie gratis camperplaats aan het water. En Wubbe die rijdt alvast eventjes daar naar de loze plek om het een en ander weg te brengen. We gaan weer verder, vandaag richting Spanje. En het begon vanochtend wel met een zonnetje, maar het is nu, ja, wat zou het zijn, 13, 14 graden. Het is niet echt lekker warm weer. Maar we gaan. On y va. Stikt hier van de vogels. We kijken allemaal nesten boven in de bomen. Kijk eens waar we nu staan. Prachtige mooie camperplek in het zuiden van Frankrijk. We moeten morgen nog ongeveer 170 kilometer rijden. En dan hopen we in Spanje aan te komen. En dan begint ons grote Spanje-avontuur. Maar voor nu staan we erg mooi hier in Frankrijk.